ze heel graag heel hard willen rennen. Ik mis voetbal heel erg. Gewoon omdat ik er goed in was. Dus ja. Sarah Vee heeft een ongeneeslijke spierziekte. Handtekening erop? Ja. Hoe snel ze achteruit gaat, weet niemand. Heb je er al een paar? Ik was vroeger wel een heel sportief iemand. Je bent alleen maar sporten, dus als je dat dan in één keer niet meer kan doen, is het wel moeilijk. Het is altijd eventjes van, oh, we moeten ook rekening houden met Saar. En Saar weet dat ook. Oh, ze moeten altijd rekening houden met mij. Dat levert frustratie op. Het moeilijkste vind ik wel dat ik eigenlijk niks zelf kan doen, alleen. En dat ik overal hulp bij moet vragen. En soms altijd heel frustrerend. Het allermoeilijkste aan dit hele gebeuren is de wetenschap dat mijn kind niet heel oud zal worden. Ik vind het wel moeilijk om dan over mijn ziekte na te denken. Dus dat doe ik dan eigenlijk dan liever niet. Deze week collecteert het Prinses Beatrix Spierfonds voor onderzoek naar spierziekten. Daarmee geven we Sarah Vee en nog 200.000 andere Nederlanders met een spierziekte hoop. Geeft u ook?